En Staatsolie Power Company NV is genoodzaakt de vierde en vijfde spuiklep van de Afobakastiuwdam open te doen. Dit meldt het districtscommissariaat van Brokopondo. De kleppen worden morgen opengegooid. Eetje Mannis, supervisor bij de Afobakka Waterkrachtcentrale, had eerder aangegeven dat de kleppen wel open zouden moeten als de regen bleef aanhouden. We hopen dat het niet erger hoeft te worden, dat we niet groter open hoeven gaan. Maar als het blijft regenen, en zeker als de grote regentijd een flinke regentijd wordt, dan is er wel een kans dat we alle vijf spuikleppen weer gaan moeten openmaken. En dat ze dus misschien wat last gaan hebben. Hebben jullie teruggecommuniceerd wat betreft de weersverwachtingen? Wat wordt er verwacht of is het nog niet zo ver dat er een beeld is van wat komt? Wel, het weer is nu een beetje onvoorspelbaar. Vorig jaar al hebben we veel meer water gezien dan we gewend te zien in een regentijd. Dus het is eigenlijk een beetje kijken wat het dit jaar wordt. Het is altijd moeilijk om predicties lang van tevoren te maken. Je kan wel weten wat er een week of twee weken misschien gaat gebeuren. Maar om maanden van tevoren een predictie te maken is altijd een beetje lastig. Dus we zijn een beetje afhankelijk van het weer wat er gebeurt. En wij reageren daarop om te kijken van gaan we meer moeten spuien of juist een beetje gas terugnemen met het spuien. We hopen dat dat niet hoeft. Want we houden toch wel rekening met de mensen downstream van de dam. Mannes zei dat het vorig jaar ook nodig was om de vijfde spuiklep open te doen. Het commissariaat van Brokopondo heeft de gemeenschap gevraagd om rekening te houden met de hoge waterstand in de gebieden rond het Stuwmeer. Opmerkelijk is dat het momenteel geen regentijd is in Suriname. Van eind januari tot eind april is het kleine droge tijd. De grote regentijd is van eind april tot half augustus. Momenteel hebben we ook veel gebieden in boven Suriname en boven Marowijne te kampen met wateroverlast als gevolg van de aanhoudende regens.